Voor het eerst in het geel-zwarte NAC-shirt. Ja, het kan raar lopen hè, in het leven van de voetballer. Ja, nou raar, raar niet echt. Ik was er al vrij zeker van dat ik weg zou gaan bij ADO. Dus, alleen, ja, het was nog niet zeker waar. Dat werd dus NAC Breda. Waarom NAC? Ja, NAC heeft mij, hun gaf mij het gevoel, of hun gaven mij de nieuwe kans, zeg maar, om te kunnen spelen weer op Eredivisie en mij te kunnen herbewijzen. Ja. Dus. En die kans had jij nodig, denk ik, hè, in de Eredivisie? Ja, klopt. Vorig jaar slecht jaar gedraaid, dit jaar nieuwe kansen. Wat verwacht je nou bij NAC? Veel speelminuten neem ik aan. Ja, dat is ook mijn doelstelling. Veel speelminuten. En natuurlijk ook zoveel mogelijk kunnen scoren. Ja, want daar ben je voor gehaald, hè, tenslotte. Als spits zijnde. Als spits zijnde wel, ja. Maar de concurrentie is redelijk aanwezig. Hè? Natuurlijk Alex Schalk. Ja, Amoa staat nog op hol, zeg maar. Ik kan ook bij de selectie komen, eventueel. En Lurik. Ja, maar de concurrentie maakt je scherp. En ja, we zullen met z'n allen de strijd aangaan.